ik heb gehoord van Jirka dat er iemand een reactie had geplaatst. Dat hij wou dat wij, eigenlijk vanaf dat we opstonden, maar dat ben ik dus al vergeten, gingen vloggen en dan een dagje op stal. Dus dat ga ik doen voor jullie. En ik sta nu in mijn badkamer. En ik ga nu mijn haar kammen, mijn tanden poetsen en andere kassen aandoen. Zo, ik ben onderweg naar de manege met de fiets. Ik ben er bijna. Nou zo, ik ben moe. Maar ik ben er bijna. Kijk hoe mijn auto is. Kijk, hier woon ik. Woehoe, van mijn papa dan. Kom hier als naar mama. We zijn er. Ik ben nu op de manege. Oh my god. Een rietje. En we gaan achter een broodje, want we hebben honger. Nam nam. Ik heb nu juist de witte. Oh ja, ik ben een maand opstaan. Ik heb... Kijk, wat moet ik kijken hier? Ik ben nu de witte even aan het rangeren. Opzij. Oh ja, een beetje, als het een beetje rustiger is, dan ga ik hem even inrijden voor mijn papa. En dan ga ik mijn papa hem overpakken. Ik zit nu ook wel brasco en ik ga een beetje losrijden voor mijn papa, zodat hij er daarna mee kan rijden. En dan ga ik iets voor het klaarmaken. Zo, mijn papa zit op de witte. Nu ga ik Eastpoint klaarmaken, dat vriendje. Ja. Want volgende week gaan we weer onze kuur rijden voor de selectiewedstrijden. Maar ja, papa gaat daar straks ook mee rijden. Om een beetje soepel te maken voor mij. Gemakkelijk. Dag Maxi. Lekker kuisje. Zoals je kunt zien, misschien, hier ziet het, is Eastpoint al geschoren. Dat is gemakkelijk voor de wedstrijd. Heel proper. Ik heb hem geschoren en ik ga binnenkort ook de witte scheren, dus al brasco. En ik moet ook Dante nog scheren, want Dante is een beetje moeilijk, daar heb ik verdoving voor moeten gebruiken. Ik heb ook Maxi al geschoren, dat was voor een fotoshoot en daar gaan jullie foto's van te zien krijgen normaal gezien. Maar, wat ging ik zeggen? Ah ja, ik ga zien of ik met Jirka kan afspreken voor er een video over te maken over scheren. Want ja, dan zou ik het liever bij de witte doen, omdat die veel braver is. Ja, we zullen dat wel zien. Eastpoint, mooi vriend. Zo, wij zijn klaar. En ik ga nu opstappen en een minder rijden voor papa. Ik ga nu iets eten. En dan ga ik straks in de les met Dante rijden, normaal gezien. Als papa niet vraagt om met Maxi te rijden, maar dat denk ik niet. Dus, nam nam nam. Ja, ben ik een keer weer klaarmaken voor papa, maar ik denk dat ik er gewoon zelf mee ga rijden. Dus ja. De allerlaatste voor vandaag. Dante! Die is mega vuil, hè. Echt, moet hij zien, jongen. Daar een vlek. Daar valt het nog mee. Maar dan hier. Allee, op de kussen. Zo, dit was mijn dagje op stal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer.